What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're jumping into something awesome. It's definitely going to be awesome already because it's Waylon. Hello. And we got Bart. Get over, show Bart Ahrens all the love of the world. Definitely go show Inga the love for the subtitles. Go show Waylon music the love. All the links are right there in the description. Let's get into some... I don't know what we're going, what we're talking about with Outlaw in them. That's definitely one that is at the top of my playlist. I play that song all the time. Legitimately, it's on my little headphones. Let's go. Everybody's got a little outlaw in them. Oh, wow. He's hiding in the blacked out bed. Ja, dit is toch een beetje anders. Normaal gesproken in de studio met een classic track die vaak al jaren oud is. Maar dit is een zeer pril liedje, Waylon. Welkom in de Wisseloord Studios in Hilversum. Dankjewel. Outlaw in 'em op het mengpaneel. Ja, maar stiekem toch al een beetje een oud liedje. Een future classic. Ja, maar ook wel geïnspireerd op iets wat natuurlijk al wel bestaat, maar wat ik probeer nieuw leven in te blazen. Ja. Tijdens het maakproces, voor mij toen het liedje af was, kreeg je op een gegeven moment door een van de mensen waarmee je werkte het compliment "This is so American, it ain't funny anymore." Begreep ik. Ja, omdat die hele tekst natuurlijk gaat... Nou ja, alles wat je hoort is een metafoor, althans niet alles, maar de meeste dingen zijn een metafoor voor American lifestyle. The chrome piece hiding in your blacked out denim. Heartbeat beat into a rock and roll. Rock and roll komt daar vandaan. Everybody's got a couple scarred up knuckles. Nou ja, die kunnen we allemaal hebben. Yeah. Blood on their boots. Nou ja, boots is wel weer heel Amerikaans. Yeah. And really, that's why when he needs to come here, he knows. He knows it. Waylon is supposed to be in America. He's supposed to be a cowboy. I'm in back rattle. Die komt volgens mij alleen in Texas voor. Everybody's got a little outlaw in him. Nou ja, goed. Dus op een gegeven moment waren we daar zo mee aan het lachen. Dat hij zei, we're putting so much America on this shit, it ain't funny anymore. Weet je? Dus een jongetje uit Nederland. Oozing with America. Nou ja, toch gewoon eigenlijk daar misschien thuis had gehoord. Ja, ik zit, als ik de gitaren luister van deze plaat, dan hoor ik eigenlijk al gelijk de typische... Als ik dit... Er zit ook geen drum in, of je hebt dan een drive in de... Yeah, the guitar zit. We already know that Bart can listen to something and recreate it. Like that's a dangerous man. He knows too much. Moet ook. Ja. Je moet stoer zijn. Weet je, als je muziek hoort, misschien niet alle muziek, maar vooral dit, moet je het gevoel krijgen dat je je neus een beetje, je lippen een beetje op wil trekken. Ja, je wil cool zijn. Ja, dat werkt, ja. Ja. Ik hoor daar gelijk al iets. Je zingt vlak ervoor, even kijken als ik je zang er ook bij aan zit, deze. It's time to lock and load. Heb je daar dan? Ja. Het is het laden van... Ja, het laden van je geweer en het schot. Bam. Dus trek je hem eigenlijk voor. Ja, ik hoor je op een gegeven moment gewoon de hoofdlijn zingen. It's a long way home. Dit klinkt heel erg logisch in mijn oren. You're down now, not here on your own. Maar als ik nu de backing vocals aanzet, dus de stemmen die de sound versterken, en je luistert dan goed, dan zit er daar een lijntje in. En als je hem los hoort, denk ik echt zo, klopt die? Maar... It's a long way home. Lijkt me ook heel moeilijk om in te zingen. Hey, it's a long way home. Daar is die bluegrass weer, weet je. Al die blue notes die daarin zitten. Dat dus zijn de blue notes. Dat toch? Zijn de blue notes. Precies. En dat maakt ook die sound, dat maakt die samenzang van vooral bluegrass groep echt gewoon ongeëvenaard. Dus nog even daarop inzoomen. Blue notes, like dat komt daar. De blue notes zijn dus die rare noten die niet lijken te kloppen. Mm-hmm. Maar als je ze dan bij elkaar afspeelt, als je het samen hoort. It's a long way home. Dan klopt het helemaal. Yeah. When you're down and out and out here on your own. Een stukje verder zit er, en hebben we het weer over die backing vocals, die zang op de achtergrond die je normaal gesproken niet zo hoort. Wat horen we hier precies? Want dit is een hele aparte... He's totally dissecting. Heel laag. Heartbeat's hiding in the blacked out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Dus dan zit je echt zo op die microfoon. Ja. En dan hoor je het in je hoort. Dus ja, ook dat ben ik, ja. Maar als je dat ook los hoort dan, dan is het... Hij wordt een beetje gevaarlijk. Ja, dat is het. In the blacked out denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Heerlijk soundje. Dit is gewoon rock. Hier gaat het weer richting Aerosmith. Yeah. I don't think we've ever seen a song dissected quite like this, where every little thing is talked about. This is brilliant. Shout out to Annie, by the way. She's the one who took us on this journey.
Yeah, I really still want to steal Waylon. I do. I want to steal him. I got nothing but respect for Bart. He is some sort of wizard. Ja, weet je. Aerosmith doet ook, Steven Tyler doet het waarschijnlijk niet zelf, maar die hele lage stem eronder, weet je. En dat maakte net, Love in an Elevator heeft dat ook. Waar komt je muzikaliteit vandaan? Ik heb geen idee. Nee, ik heb geen idee. Ik was als kind vrij druk en misschien redelijk onhandelbaar. En om mijn zesde kreeg ik een drumstel van mijn vader die... Een vriend had en zijn zoon drumde. En zo kreeg ik mijn eerste drumlesjes. Waar ik eigenlijk ook veel te eigenwijs voor was, want ik wou met plaatjes meespelen. Dus toen kreeg ik een plaat van Status Quo met hetzelfde drumstel erop als wat ik had. En toen dacht ik, wow, nu kan ik dat. Ja. Dus die plaat eindeloos meegespeeld. En toen ging ik, het kreeg de mogelijkheid om in bandjes te spelen. En toen kwam ik eigenlijk al heel snel erachter dat... Dat drumstel eigenlijk niet voldeed, want er kwam een zanger op het podium op met alleen een microfoon en die ging voor mij staan. En die kreeg al mijn aandacht. En ik zei van, hey, wow, dude, oh, yeah. Dat kan niet. That's what en hoe wilder ik ging doen, hoe meer die band zoiets had van, hey, rustig aan. Dus dat was geen succes, dus toen heb ik de drumstokken eigenlijk in de wil gegangen en toen ben ik gaan zingen. En dat sloeg in eerste instantie helemaal nergens op. Nee, ik kon echt niet zingen. Nee. Als je mijn eerste, het is leuk geprobeerd, maar als je mijn eerste optredentje ziet op de camping, het haasje in Oosterhout. Ja. Wat zong je? Precious Memories. Ik pak zomaar een akkoord. As I travel. On last pathway. Maar dit is toch geen liedje voor een klein groepje op een camping? Dit is toch echt... Nee, en dat was ook het vreemde natuurlijk aan wie ik was als kind. Ik hield natuurlijk vanaf mijn zesde, zevende van die muziek. Toen heb ik dat ontdekt en nog steeds geef ik daar mijn leven voor. Maar wat vind je het mooiste stukje uit het liedje? Wat is echt een stuk dat je niet terugluisterde? Een break of een lick of een... Jeetje, de hoek vind ik dat daar. It's like watching magic. Thanks, man. Heel tof dit. NPO Radio 2. Get over to NPO Radio 2. All the love of the world. Go show everybody the love. Go show Waylon the love. It's a crazy thing. Waylon is the most cowboy person that doesn't even come from the States. He has to be. I don't know if there's any other ones quite like him. He is just on a whole next level. I wouldn't be surprised if he wears shit kickers at home and goes around and does some things like a cowboy. Definitely, definitely belongs in America. His previous life, right down there in the South. That's where it came from. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Go over and show the wizard Bart all the love. Till the next one, I'm Miley Combustible. You guys be happy, healthy, safe, and love you to the moon and back. Peace.